Hoi, we zijn vandaag de dag natuurlijk nergens meer zonder goede wifi. Ik ben Annabel en vandaag ga ik uitzoeken hoe wifi aan boord van een vliegtuig precies werkt. Vandaag staan we voor hangar 14, waar op dit moment wifi in wordt gebouwd in deze Boeing 737-800. Vanaf eind april kunnen passagiers op Europese vluchten namelijk gebruik maken van wifi. In totaal zullen 18 van deze vliegtuigen voorzien worden van wifi en dat zal ongeveer begin 2022 klaar zijn. Thuis of hier in de hangar werkt wifi waarschijnlijk via een modem met router. Deze die verstuurt gegevens via radiogolven naar jouw mobiel of laptop. En jouw mobiel of laptop heeft dan weer een chip die deze gegevens kan ontvangen en ook signalen kan terugsturen. Maar in een vliegtuig werkt het net even iets anders. Gelukkig ben ik vandaag met Casper en hij kan mij uitleggen hoe wifi in de lucht werkt. Maar vertel. Wifi in de lucht werkt via satellietcommunicatie, via de antenne op de romp. En die wordt dan doorverbonden naar routers in het vliegtuig, zodat de passagiers, net zoals je thuis hebt, verbinding kunnen maken met de smartphones en tablets. Maar even tussendoor, KLM had al wifi aan boord, toch? Ja, hebben we al sinds 2015 op de lange afstandsvluchten. Maar er is nu besloten om dat ook aan te bieden aan de passagiers op de korte afstandsvluchten. En hoe lang duurt zo'n installatie ongeveer? Het duurt ongeveer 2 weken, met 35 mensen. De vliegtuigen moeten er speciaal voor uit worden gepland. Het is heel veel werk, veel bekabeling. En er moet een grote antenne op de romp geplaatst worden. En dat is heel arbeidsintensief. Oké, okay, kan je hem anders iets laten zien? Ja, kan je wel wat laten zien. Nou, ik zie dat het allemaal lekker open ligt. Maar wat zien we hier precies? De power supply. De witte dop die boven het dak zag, met, er zit de antenne in, de kabeling die naar de antenne loopt en de wat. Okay. Zoals de meeste mensen bekend is onder de naam router. Is dat er eentje gewoon in het vliegtuig of zitten er meerdere? Totaal 4. Oké. Okay. Is de wifi eigenlijk altijd aan in het vliegtuig? Hij staat altijd aan, sowieso tijdens de vlucht, maar tijdens de landing is hij uit vanwege veiligheidsoverwegingen. Casper, dankjewel voor alle informatie. Graag gedaan. Iemand die mij meer kan vertellen over de voordelen van wifi voor passagiers is Tim. En die gaan we nu even ophalen. Hey, Annabel. Hey, Tim. Hey, wat leuk dat je even komt kijken. Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Oké, okay, stel ik zit straks in het vliegtuig naar Rome. Wat kan ik dan precies verwachten? Nou, als je dan aan boord komt, dan hebben we vanaf de gate hebben we al de mogelijkheid dat je toegang hebt tot de wifi. En dan bieden we eigenlijk voor de klant bieden we 3 pakketten aan. We bieden de messaging voucher, we hebben de surf voucher en we hebben de stream voucher. Dus met de messaging voucher kun je in een half uur gratis gebruik maken van messaging. Facebook, WeChat, WhatsApp. Dan hebben we de surfpass, dus als je nog wat andere dingen doet, je wilt bijvoorbeeld al je trip gaan boeken voor als je straks in Rome bent, dan kun je daar gebruik van maken. En als je echt all-in wil en lekker wil streamen, lekker Netflix wil gaan kijken, dan kun je de streampass bij ons afnemen. Vanaf wanneer kan ik dan appen met mijn vrienden in het vliegtuig? Vanaf april zullen de eerste 737 kisten uitgerust zijn met wifi. En in de komende periode worden steeds meer vliegtuigen worden omgebouwd voor het Europa-netwerk. Nou, stel ik stap zo het vliegtuig in, doe mijn gordel om. Wat moet ik dan doen om mijn telefoon te verbinden met de wifi? Nou, allereerst schakel je telefoon in vliegtuigmodus. Dan opent hij het netwerk waar je dan KLM wifi ziet. Die selecteer je en vanuit daar word je doorgeschoten naar de onboard portal. En vanuit die portal daar kun je dan de verschillende vouchers selecteren zoals net uitgelegd. En is wifi in het vliegtuig nou een beetje stabiel? Het is stabiel en het wordt ook steeds beter. Heel erg bedankt voor alle informatie. En ik kan niet wachten tot ik het in het echt kan uitproberen. Dat snap ik. Heel veel plezier. Vond je dit nou een leuke video? Like, share en abonneer je op dit kanaal. En laat je reactie achter in de comments.